Deze crisisoefening doen we om de weerbaarheid van de instellingen en van Surfnet te testen. We zien steeds meer dat er steeds meer IT gebruikt wordt, steeds grotere afhankelijkheid van IT. En we zien ook dat er steeds meer misbruik gemaakt wordt, omdat we uitgedaagd worden. Nou, we zijn allemaal heel goed om kleine brandjes te blussen, maar als er echt grote branden zijn, dan moeten we het toch oefenen om daar klaar voor te zijn. Het spel dat gespeeld is, de oefening, gaat erom dat een groep hackers de gegevens van alle universiteiten en hogescholen is binnengedrongen en daarover aan publiceren is geslagen op het internet. En waar het nu om gaat is dat we A, communicatief dat moeten oplossen en B, dat we ook technisch moeten zorgen dat dat niet meer kan gebeuren. Er doen 26 instellingen mee en dat is een doorsnee van de bij ons aangesloten instellingen. Universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, ziekenhuizen, ROC's doen ook mee. En bij elkaar zijn er zo'n 200 spelers bij al die instellingen die meegedraaid hebben gisteren en vandaag. Het was een zeer realistische oefening en ik moet zeggen dat iedereen wel rustig bleef, ondanks dat het een enorme impact heeft op je organisatie. Het waren pittige casussen, maar iedereen ging er meteen vol voor en zag het ook niet echt als een oefening, maar ervaarde het alsof het werkelijkheid was. Mensen konden elkaar goed vinden, werden snel acties uitgezet, acties werden goed opgevolgd. Ik ben er gewoon heel trots op hoe het gelopen is. Wij hebben eerder al dit soort oefeningen gedaan of een echte crisis gehad. En daar zijn aanbevelingen uit naar voren gekomen. Die hebben we nu kunnen toetsen. En dat geeft ons meer comfort voor een mogelijke toekomstige situatie. Dat we die verbeteringen echt hebben kunnen toepassen. Nou, het andere punt is, we hebben geleerd dat als een crisis lang duurt, dat het dan lastig is om de focus er goed op te houden. Dus daar zullen we naar gaan kijken in de toekomst, bijvoorbeeld door dan het team te wisselen of even een pauze te nemen. Dus dat was ook een belangrijk leerpunt. We zijn hier bij de responszaal en wat we hier doen is eigenlijk de oefening simuleren. En wat je hier ziet, er is eigenlijk een centrale responscel en die injecteren bijvoorbeeld berichten van journalisten die naar de instellingen gaan om hen echt te triggeren om het spel zo realistisch mogelijk te spelen. En wat hier ook plaatsvindt is dat de interne responscel hier aanwezig is en dat zijn eigenlijk alle mensen van de instellingen zelf. En zij injecteren allerlei berichten, zowel voorbereide berichten als geïmproviseerde berichten. Om de spelers een zo realistisch mogelijk spel bij de instellingen zelf te laten spelen. We hebben bijvoorbeeld vanuit een UvA-student hebben getwitterd van: ik zie dat al mijn gegevens op straat liggen, wat moet ik hier nu mee? En dat is dan om de communicatieafdeling bijvoorbeeld te triggeren om weer aan het werk te gaan. Wat prachtig was in deze oefeningen, en dat zijn pareltjes eigenlijk, dat je daar een keer de kans voor krijgt, is dat je die hele keten door kan lopen. En binnen IT-context oefen je veel, helaas soms ook in de praktijk, weet je wat er kan gebeuren. Maar op het moment dat het zo'n grote impact heeft en je eigenlijk die hele keten kan pakken, dan maak je in oefenzin echt meters. Je moet dan over drie schijven, in de zin van verschillende teams die gaan over calamiteiten. En wanneer escaleer je? Waar ligt precies de grens? Hoe zet je de volgende stap? En dat gaf wel wat verrassingen zo door de dag. Nou, ik moet zeggen, het is heel erg goed voorbereid. Er is buitengewoon goed over nagedacht, over alle mogelijke opties, de vragen die zich kunnen voordoen. En het is gewoon ontzettend leuk ook om met elkaar dit doorleven. En tijdens de evaluatie straks ook gebleken is dat er wel heel veel geoefend wordt met fysieke crisissen. Zoals er is een brand of er is iets met een gebouw aan de hand. En dat dit een ICT-crisis toch een wezenlijk andere procedure volgt dan zo'n fysieke oefening. Genoeg leerpunten ook hoor. Het is niet zo dat we nu achterover leunen en zeggen: ja, wij redden het wel. We kunnen er echt nog wel wat van opsteken. En daarom doen we ook centrale evaluatie binnen Surf. Maar we hebben al direct na de oefening alle spelers een uurtje bij elkaar gehad om even stoom af te blazen. Maar ook die punten die voor op de tong liggen te noteren. En dat zal zeker nog een vervolg krijgen. Nou, we gaan uiteraard de hele calamiteit evalueren. Dat gaan we uitgebreid doen. Dat doen we nu ook al een beetje gaandeweg. En daar komen al specifieke leerpunten uit of zaken die we verder willen uitzoeken, verder willen verifiëren.
Bijvoorbeeld of we bronsystemen beter moeten kunnen isoleren. Of we de hele ring, de internetring, moeten kunnen isoleren. Om maar eens wat te noemen. En zo zijn er nog veel meer concrete voorbeelden. Maar belangrijk is misschien ook wel het allerbelangrijkste. Dat we als team geoefend hebben met elkaar. Beter op elkaar ingespeeld raken. Als zich iets dergelijks voordoet in de toekomst.